Die wilde ze. Die moet zijn ontploft. Die is razend geworden. Woedend. Die heeft in die bunker waar hij zit. Weet ik veel, die heeft al zijn beveiligde servies. Die heeft die kapot gegooid. Tjonge. Die beveiligers om hem heen. Die hebben allemaal gauw hun oortjes ingedaan. Om niet het gevloek en getier van Geert te horen. Nou, die is ongekend wat zich afspeelde bij die Kokkelman-programma. Heb je het gezien? Als je die gezien hebt, moet je het gewoon even terugkijken. Ja, daar zat de vrouwtje van Vroonhoven. Die zat daar weer namens de NSC. En die heeft dus de hele tijd de afgelopen weken onderhandeld met Wilders, hè, over het asiel gebeuren. En die begint dan al de boel een beetje uit te hollen en te ontkrachten. Op twee punten. Ze kreeg dan bijvoorbeeld de vraag, die spreidingswet, is die dan weg voor het eind van het jaar? Nou ja, weg. Zo begon ze dan, hè? Weg. Moet eens luisteren. Het kan ook zo zijn dat er straks weer andere omstandigheden zijn. Hè? Dat kan. En in dat geval, dan is het zo. Dan blijft die gewoon nog even die spreidingswet. Je hoorde al het gedraai en het gemanipuleer en de valsigheid. Het is gewoon een smicht. Dat is het woord daarvoor. Smicht. Ik heb dat even opgezocht in het woordenboek. Ja, dat is dus een achterbakse figuur of een doortrapte persoon. Ja, ongekend wat zich daar afspeelde. Nog nooit vertoond, denk ik. In de politiek. Dat je net iets afspreekt en nog geen paar uur later het eigenlijk alweer bagatelliseert en een beetje terugneemt. Het onvoorstelbaar. Ja. En toen werd er ook nog aan haar gevraagd. Ja, en hoe zit het dan met de mensen uit Syrië? Worden die dan gelijk ook teruggestuurd naar veilige gebieden in Syrië? En nee. Nou, daar ging ze weer. Ja, nou ja. Dat hangt er vanaf. We krijgen dan allerlei berichten, ambtsberichten. Ja, van buitenlandse zaken. En ja, daar moeten we dan op wachten. En dat weten we dan nog allemaal niet, hè? Nee. Nou, zo'n onbetrouwbare. Vreselijk, vrienden. Ja, met die NSC. Nee, arme Wilders. Daar is totaal geen zaken mee te doen.